Een nieuw seizoen van Cup of Tea. Met nieuwe verhalen, nieuwe gezichten en nieuwe items. Maurits heeft afscheid van ons genomen en aan mij nu de taak om er weer een mooi en nieuw seizoen van te maken. We starten met de zomerspecial. Ik ben Kiki en dit is Cup of Tea. We drink a cup of tea. Welkom bij deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Cup of Tea. In deze zomerspecial blikken we onder andere terug op de topweek. En dat doe ik samen met Marleen Nuiten, die er straks aanschuift bij mij aan tafel. Ook gaan we zien hoe twee vrijgezelle verslaggeefsters hun slag slaan op de Single Friday tijdens de afgelopen Tilburgse kermis. En gaat Wies een poging wagen alles uit te pluizen over een studentenontgroening. Natuurlijk is er ook weer muziek. Esther van Hees is winnares van de Conservatorium Talent Awards 2013. En zij zal hier straks met haar band een waanzinnig optreden geven. En net als ik zijn er dit seizoen meer nieuwe gezichten. Zo is er een heel nieuw team achter de schermen en zijn er 6 splinternieuwe verslaggevers. En één van die verslaggevers zit hier nu naast mij aan tafel. Joël, welkom. Dag Kiki. Hi. Hi. Kun jij misschien jezelf even voorstellen voor de mensen thuis? Ja, nou, ik ben dus Joël Stilmans. Ik kom uit het plaatsje Bezel, dat ligt in Limburg. Ik ben dus geen Brabant, dus ook geen Tilburger. Ja, dat ben ik dus. Ja. En wat ga jij doen voor Cup of Tea dit seizoen? Ik ga een hoop humor brengen in het programma. Ik heb het programma overgenomen van Tim. Naast humor probeer ik er ook een hele hoop van te leren. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe de kijkers het gaan vinden. Ja, maar waar kijk jij nou het meeste naar uit? Nou, gewoon een plezierige tijd eraan beleven en gewoon ook veel van te leren. Dat vind ik, daar kijk ik het meeste naar uit, ja. Dat komt volgens mij helemaal goed. Dat gaat goed komen, ja. Nou, dan wordt het denk ik gewoon tijd om even een kijkje te nemen. Dan is hier Tilburg Centraal met Joël. Dames en heren, het volgende station is Tilburg. We staan hier nu op het station, de allereerste uitzending van Tilburg Centraal. En we gaan dit keer kijken wat de mensen hebben gedaan in de vakantie. Waar ben je op vakantie geweest? Wat heb je op vakantie gedaan? Ik ben niet op vakantie geweest. Nee? Nee, centjes. Centjes? Ja. Verdiend? Nee, of centjes tekort. Centjes tekort? Ja, dus geen vakantie voor mij dit jaar geweest. Ja. Wat heb je dan in de zomervakantie gedaan? Een beetje gewerkt, festivals geweest, zo een beetje. Ja. Festivals, naar festivals gaan is ook een soort vakantie, hè? Ben je ook een soort van. Ben je ook op de campings geweest? Campings? Nee. Nee? Dat niet. Nee, zonder slapen zeg maar. Dus, okay. Ja. Dus de dag daarna weer meteen, of meteen op dezelfde dag? Ja. Ja, ik had een vraagje eigenlijk. Ja, waar bent u op vakantie geweest? In Vlissingen, in Zeeland. Oké, okay. Komt u daar net vandaan? Of? Nee, alweer een week of 6 geleden. Oh, zo. Ja. En nou nog van vakantie, het genieten van het mooie weer en het genieten wat het nu ook te bieden heeft. Als je niet meer werkt, geniet je elke dag, hè? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. En bent u net weg geweest met de trein? Met de bus. Zijn de studenten ook gezellig? Nou nee, ja, dat weet ik niet, want het was massa, dus het zat ze dicht bij elkaar. Dus ik heb eindelijk... Maar studenten zijn altijd leuk, die jongelui zijn altijd leuk, hè? Ik ben 3 weken naar Italië geweest, naar het Gardameer. En ik ben nog een weekje naar Sunny Beach geweest. Ik ben deze zomer naar Thailand op vakantie geweest, 3 weken lang. Ja, ik ben wezen airtrippen met mijn vrienden in Bratislava, Milaan en in Dublin. Ik ben op vakantie geweest in Hongarije. Bier drinken! Mijn vakantie is fantastisch geweest, ik heb veel gefeest. In de vakantie in Bodrum geweest met 2 vriendinnen en het was hartstikke leuk.
Hoi, ik ben Johan. Ik ben op vakantie geweest naar Scheveningen en het was hartstikke duur. I went to the beach. Ben je op vakantie geweest? Ja, naar Frankrijk geweest. Frankrijk, ja. Camping of? Nou, in een huis van mijn vriend van mijn ouders. Ja, leuk. Ga je vaker naar Frankrijk, vakantie? Nou, ben ik in mei ook geweest, in hetzelfde huis zeg maar normaal niet zo vaak. Oké. Ja. En nu dadelijk weer verder met de opleiding? Ja, International Business Administration, in het tweede jaar nou. Dus, gaan we weer verder. Ja, leuk. Ja. Wij zijn van Tilburg Centraal en we vragen af waar je op vakantie bent geweest. In Spanje. In Spanje, wel leuk. Op het strand met je vrienden en zo. Ja, inderdaad. Hé, hey, fijne reis zou ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. Succes. Tot ziens, hè. Dit was de eerste aflevering alweer van Tilburg Centraal. Ik ga weer terug naar Reuver. Ik ga even een kaartje halen. En dan zou ik zeggen, we zien ons. Tot de volgende keer. Dankjewel, Joël, voor jouw eerste Tilburg Centraal. Wil je nu meer weten over Joël, mij of een van de andere verslaggevers? Dan kun je een kijkje nemen op cupoftilburg.nl. Voor nu gaan we door met Tiswa. Wies is op pad geweest om te ontdekken hoe de ontgroeningen gaan bij studentenverenigingen. Ik ben het echt al een paar minuten aan het doen en ik voel het gewoon echt kriebelen. Ik kan niet meer. Nou, dit zijn dingen die studenten bij ontgroeningen doen van een studentenvereniging. Tiswa. Wij gaan kijken hoe ver wij achter de verhalen van ontgroening van studentenvereniging komen en kijken of die verhalen waar zijn. Wat is het gekste verhaal wat je ooit gehoord hebt van een studentenvereniging? Nou, ik kan me herinneren. Het laatste wat ik weet is dat met dat schoonmaakmiddel in plaats van ranja in de glaasjes terecht was gekomen. Waarbij twee meisjes toch redelijk verbrand waren in de mond. Dat ze over een zeil heen moesten en helemaal bestrooid werden met kwark, yoghurt en vruchten. Ja, dat was een krekkenverhaal dan. Dan moeten jongens leggen in het midden een krekken neer. En dan de laatste die erop klaar komt, die moet de krekker opeten. Een beetje het feuten van BNN idee heb ik in mijn hoofd. Heb je zelf kinderen? Ja. Hoe zou je het vinden als zij bij een studentenvereniging gaan en ook zo'n ontgroening meemaken? Als daar alles binnen de perken blijft, heb ik daar geen enkel probleem mee. Veel plezier. Zou dat het waard zijn? Ja, ik denk dat het gewoon een onderdeel is van een stukje cultuur van de studenten, zeg maar. Dus het hoort er wel bij, volgens mij. Denk het wel. Denk het wel. Je hebt er wel zin in. Je gaat wel mee. Nee, ik ga niet mee, maar ik ga wel staan lachen als ik het zo zie. Dat dan weer wel. U hebt wel gekke dingen gedaan? Gekke dingen? Nee, zo zijn wij niet grootgebracht. En jullie hebben nooit bier gedronken? Nou ja, dat doen we na de halve nou in. Stel, ik ben jullie feut. Wat was jullie ontschoeningsopdracht van mij? In ondergoed rollen. Ja, in ondergoed, dat is goed. Ja. In ondergoed rollen door die fontein. Ja. Ja. Zoek een paard van een politie en ga erop zitten. En ga erop zitten, en dan? En oprijden hoor. Na vele verhalen vandaag gehoord te hebben over studentenverenigingen en een ontgroeningen, sta ik hier nu bij Olof op het open feest. En ik ga er zelf achter komen wat er nou echt gebeurt. Hoi Mie. Hoi. Oké, ik zie aan je jasje dat jij anders bent dan de gewone heer. Wat doe jij bij Olof? Nou ja, anders. Ik heb het afgelopen verenigingsjaar, of ook collegejaar, dus in de Senaat van Olof gezeten. Als prezes, oftewel voorzitter. Nou, in principe hebben we eigenlijk geen ontgroeningen bij Olof. In ieder geval, we hebben voor iedereen die lid wil worden, hebben we een KMT. Een KMT staat voor kennismakingstijd. Dus het is niet echt een ontgroening en zeker niet wat je ziet op tv bij een programma als Feut. Ik weet dat dat nu heel erg hot en happening is. Maar ja, het blijft een tv-serie en dat is overgedramatiseerd. Ja, je werd wel goed op je plek gezet dat je gewoon onderaan de maatschappij stond eigenlijk. En dat je eigenlijk je daar vanuit die plek verder omhoog moest werken. Ik sta hier bij Niek en Niek zit in de promotiecommissie van Olof. Dus wat bij Olof altijd is het belangrijkste dat we jou gewoon het eerlijkste verhaal vertellen. En dat jij dan uiteindelijk de beslissing maakt. En we zullen natuurlijk wel heel veel leuke dingen vertellen. Maar ook gerust dat wij een aantal nadelen hebben. En een daarvan is bijvoorbeeld een ontgroening of zo. Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om bij een
studentenvereniging te gaan. Maar ja, het werd zo mooi gemaakt dat ik toch in die sfeer me toch had ingeschreven bij de studentenvereniging. De meningen over een studentenvereniging zijn nog steeds verdeeld. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ik heb mijn korfbal gevonden. Alvaar, slaap lekker. Zoals we hebben gezien heeft Wies haar hunk gevonden. En inderdaad zijn de meningen nog zo verdeeld over de ontgroeningen. Bij mij is nu aangeschoven Marleen Nuiten, die een grote rol speelde bij de afgelopen topweek. Welkom Marleen. Dankjewel. Kun je misschien een beetje vertellen wat de topweek nou eigenlijk inhoudt en wat je daar doet? De topweek is introductieweek voor alle aankomende studenten van hbo-instellingen en universitaire studenten ook. Tijdens de week zijn er heel veel leuke activiteiten georganiseerd. Je begint met een grootse opening eigenlijk na de registratie met de barbecue ervoor. Je hebt de spellendag, nog een goed eindfeest ook. En van alles eigenlijk. B-kant zit er ook bij natuurlijk ieder jaar. En hoe ben je daar nou zelf terecht gekomen dan bij de top 1? Een vriendin van mij heeft vorig jaar gedaan de organisatie. En die zei, nou ja, het is echt zo'n leuke ervaring. Dus dat moet je zelf ook eigenlijk een keer doen. Dus toen ben ik gewoon even op de avond geweest, zeg maar. Mm-hmm. Ze hadden een avond georganiseerd waarbij ze informatie gaven over wat het inhoudt. En ik dacht, ja, dat sprak mij wel erg aan. Dus ben ik toen bijgegaan. En is het uiteindelijk ook zo goed bevallen dat je dan volgend jaar misschien weer mee wilt doen? Ja, het is wel echt heel erg goed bevallen. Binnen de organisatie van de top heb je toppers en supers. Okay. Toppers zijn organisatoren van dat betreffende jaar en supers zijn mensen die andere jaren al organisatoren zijn geweest. En volgend jaar ben ik gewoon erbij als super, zeg maar. En wat zou je dan zo zeggen voor de nieuwe, zeg maar de aankomende studenten van volgend jaar weer, waarom ze zich echt mee moeten doen? Ik denk dat het een heel goed onderdeel is als begin van je studententijd eigenlijk. Je krijgt een hele goede indruk van Tilburg als studentenstad. Wat ik ook heel fijn vond tijdens mijn jaar, is dat je je medestudenten alvast leert kennen. En het is heel fijn dat je dan niet als helemaal in je uppie in de collegebank zit eigenlijk, ja, als het ware. Dus ja, het is wel, ik vind het een onmisbaar deel van het begin van je studententijd in Tilburg eigenlijk. Maar je hebt dus zelf dan ook een jaar meegedaan. Ja, klopt. En 2010. Zie je dan nu ook zeg maar wel verbetering in het jaar dat je nu zelf zeg maar mee hebt geholpen met organiseren? Het is alweer een paar jaartjes geleden dat ik zelf meegedaan in de TIC-week was dat toen ook. Oh, TIC-week, ja. Ja, en ik denk dat het sowieso heel een ervaring is als je als deelnemer meedoet of als je als organisatie meedoet. Wat ik ook merkte dit jaar is dat je ook lang niet alles mee kunt maken als organisatie. Bijvoorbeeld op de vrijdag was ik voornamelijk bezig met versieringen. Ik heb heel de spellendag eigenlijk niet meegemaakt. Dus ik vind dat heel moeilijk beoordelen eigenlijk, wat het verschil daartussen dan precies is. En als je dan zeg maar volgend jaar weer zou organiseren, wat zou je dan verbeteren? Wat zou ik dan verbeteren? Ik denk ten eerste, al voor onze topweek zijn er gesprekken geweest met mentoren natuurlijk. Ik denk dat daar voor volgend jaar in de procedures wel wat verbeteringen aangebracht kunnen worden. En de interne communicatie tussen mensen. Maar ik denk dat je dat bij altijd wel blijft hebben, ja, dat daar gewoon communicatieproblemen ontstaan. En vanaf wanneer begin je dan weer om zeg maar te organiseren, zeg maar op touw te zetten? Als commissielid begin je rond maart, als bestuurslid ja eigenlijk nu al zeg maar. En als super dan gewoon een aantal weekjes voor de topweek zelf eigenlijk met dingen regelen. Nou ja, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken dat je hier in de studio wilde zijn. En alvast heel veel succes dan voor volgend jaar. Dankjewel. En dan gaan we nu door naar Kim en Jennifer, twee collega's van mij. Twee single ladies die afgelopen zomer een kijkje gingen nemen op de Single Friday tijdens de Tilburgse kermis. Ik ben benieuwd. Voor de 443e keer is hij er. 4,5 kilometer lang en daarmee de grootste van heel de Benelux. Ik heb het over de Tilburgse kermis. Vandaag is het Single Friday en gaan Kim en ik op zoek naar onze date. We zijn hier op Kermis Tilburg en hier ga ik niet alleen naar de kermis, maar ook op zoek naar een date. Ik heb hier een paar viltjes en een pen. Ik ga gewoon mensen aanspreken en kijken of mijn ware erbij zit. Kan ik straks via deze papiertjes zien of ik mijn ware heb gevonden. Ik laat het jullie weten. Mag ik jou iets vragen? Ja, mag me altijd vragen. Stel eens. Ben je single?
Mag ik mijn nummer opschuiven? Dat mag jij zeker. Graag zelf. Kom eens in. Heel graag. Kom. Nee. Nee, op het veldje, hè. Op het veldje. Niet op het veldje. Potentiële date nummer 1 is binnen. She is untouchable. Ben jij single? Nee, ik heb wel een keer een shirt aan, volgens mij. Oké. Ik val dus niet op dames. En het mag wel ietsjes ouder zijn. We gaan op zoek naar nummer 2 nog steeds. Jij bent single. Ja. En als je dan iemand tegen zou komen, wat is dan één eigenschap die die persoon moet hebben? Humor. Ik ga gewoon weer een nummer vragen. Nummer 2. Iemand die ons meer kan vertellen over Single Friday is Rieneke van Doorn. Rieneke, je bent eigenaar van singlereis.nl en voorzitter van Stichting Single Friday. Wat houdt Stichting Single Friday precies in? Het evenement Single Friday gaat over het ontmoeten van single mensen met andere single mensen, single ouders met singles, maar vooral het ontmoeten van mensen die alleen zijn in het leven. Wat voor type single komt er nou naar Single Friday? Ik zou niet zo zelf willen spreken van een type single, want we hebben in Nederland 2,5 miljoen singles. Je ziet singles van 19, 20 jaar, maar ook van 65 plus. En dat vind ik nou prachtig. Ik zou ook wel eens een bandje willen. Ik ga hopelijk met dit bandje mijn date scoren. Kim gaat ook op zoek. Ik sta hier op het Pieter Vredeplein, Single Friday, bij Take Me Out. Eddie Zoe gaat zo meteen het programma opnemen en ik doe mee. Nou goed, ik ga niet alleen meedoen. We hebben een heel team van meiden. Ik ben benieuwd of zij er zin in hebben. Ik wel namelijk. Loop even mee. Dames! Hebben wij er zin in? En Eddie! Ja! Dat is dus een ja. Nou, na een dagje zoeken hier, voor een date, niemand gevonden te hebben, heb ik maar meegedaan aan Take Me Out. Maar met succes, want ik heb namelijk een date. En mijn date heet Dennis. Zeg maar eens even, hoi Dennis. Hoi. Ik vind het alleen altijd een beetje lastig. Wat ga je nu doen? Samen, je kent elkaar net. Zullen we dan anders straks een suikerspin gaan eten? Ja, tuurlijk. Lijkt me hartstikke leuk. Ja? Ja. Uiteindelijk haar date gevonden bij Take Me Out. Mij is het nog niet gelukt, maar ik ben niet getreurd, want Brabantse nachten zijn lang. Helaas heeft Jennifer geen date gevonden, maar ik ben er heilig van overtuigd dat het dit jaar helemaal goed komt. Kim daarentegen had wel een date met Dennis, alleen zijn de vonken toch niet overgeslagen. Maar toch bedankt Dennis. We gaan verder met de uitagenda. 15 september vindt de Drakenbootrace plaats en dat is een sportief evenement in de Piershaven. 16 tot 22 september is Incubate, dus ga daar snel kaartjes voor halen. En 26 tot en met 29 september is Tilburg Culinair, het lekkerste weekend in Tilburg. Ik heb hier een cd liggen van Esther van Hees en 29 september speelt zij in de Paradox in Tilburg. En je kunt ook online kaartjes halen. We hebben 2 cd's om weg te geven. Ga naar onze Facebookpagina voor de prijsvraag. Wil je haar live zien? Ga dus naar Paradox. Maar zij is nu vandaag hier bij ons in de studio. En ik loop even naar haar toe. Welkom Esther, fijn dat je er bent. Jij hebt natuurlijk afgelopen mei de Conservatorium Talent Award gewonnen. Zou jij ons misschien kunnen uitleggen waar die award nu voor staat? Voor deze wedstrijd mocht ieder conservatorium van de jazzafdeling een vertegenwoordiger sturen. En ik was dat voor Tilburg. Nou, dat is wel een hele grote eer natuurlijk. En hoe heb je nou eigenlijk naar die wedstrijd toegewerkt? Wel, op de wedstrijd was het de bedoeling dat je een stukje van je eindexamen liet horen. Dus ik heb gekozen wat voor mij de hoogtepunten van mijn eindexamenprogramma waren en die laten horen. Oké, en jij zingt natuurlijk vooral jazz. Maar waarom nu jazz?
Sinds dat ik jong ben, zing ik eigenlijk liedjes van Gershwin. En zo ben ik op de muziekschool jazz zangles gaan volgen. En uiteindelijk dat ik verder gaan studeren. Oké, okay, en jij gaat zo meteen When Rain Drop By zingen. En hoe ben je nou eigenlijk op dat lied gekomen? Wie zijn jouw inspiratiebronnen? Wel, mijn inspiratiebronnen op dit moment zijn echt Becca Stevens en Gretchen Parlato. Hele goede zangeressen. Maar over de inspiratie van de muziek voor het lied kan ik weinig zeggen, want Robert heeft de muziek geschreven. Maar voor de tekst kreeg ik inspiratie omdat ik in de trein zat en het regende buiten heel erg hard. En toen heb ik een lied over de regen geschreven. Oké, okay, nou, dan ben ik heel benieuwd, want ik denk dat het gewoon tijd wordt dat jij gewoon lekker gaat zingen. Dan neem ik van jullie alvast thuis afscheid en tot de volgende keer. En dan gaan we nu kijken naar Esther van Hees met When Rain Drop By, door Robert van der Pad begeleid. I don't need your help, the rain sets soft. It's sweet though that you try, but my drops they are quite wet enough. So keep those blue eyes dry. I won't say it's bad to shed some tears, just not the whole day through. The rain will stop at some point to make the gray skies blue, make the gray skies blue. I know the rain can beat up one thing that you need to make your perfectly messed up day complete. But I ask you, dear, save those tears. I don't want to see you cry. And after all, I'm just dropping by. How long? La da da da. Oh, 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 oh. I can feel down too as I am falling on a crowd. But then I think, cheer up. I tell myself, hey rain, cheer up. 'Cause soon you'll be back on your cloud. You'll be back on your cloud. And I know the rain can be that one thing that you need to make your perfectly messed up day complete. But I ask you, dear, save those tears. I don't want to see you cry. And after all, I'm just dropping by. I'm just dropping by. Now there's an upside, there's a downside, and life can go both ways. But whatever comes down must go back up. So enjoy your